Goedenavond, kijkers en luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Achterklap. Unieke kans voor president Santokki om zaken te corrigeren. Psycholoog, politiek deskundige en zakenman Roy Bikari heeft een uitgesproken mening over de acties die nu gaande zijn. Hij vindt dat men vooralsnog de symptomen bespreekt en niet de oorzaken. Wij spraken met hem hierover. Dames en heren, vandaag praten wij ook met de heer Roy Bikari. Roy Bikari is geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Hij heeft zijn eigen opvatting over maatschappelijke gebeurtenissen. En vaak genoeg zijn die opvattingen heel anders dan de traditionele, dat de gemiddelde commentator of mensen ook weer geven. Roy, welkom in deze uitzending en bedankt dat je even je tijd neemt om met mij te praten. Ja, dankjewel Farid. Ook jij voor de gelegenheid. Roy, wat ik van je wil weten, je volgt de actualiteiten. Wat is jouw eerste opvatting van wat allemaal nu plaatsvindt? Nou, dus ik heb de indruk gekregen dat in het begin die actievoerders inderdaad niet partijpolitiek gelieerd waren. En het is terecht dat ze opstand zijn gekomen. Wat ik jammer vind, is dat wanneer personen het initiatief nemen om te protesteren, dat het altijd gaat om symptomen, dingen die niet goed gaan in het land. Maar niet zozeer de oorzaken van de dingen die slecht gaan, snap je? En in dit geval vond ik het een uitzondering, omdat in het eisenpakket bijvoorbeeld gesteld is dat ze friends en family zouden moeten terugdraaien onder meer. Dus dat vond ik wel een positief ding. Gaandeweg heb ik de indruk gekregen dat politieke partijen die acties wilden misbruiken voor eigen gewin. Maar, en dat steeds de initiatiefnemers ze duidelijk hebben willen maken van hey, luister, we zijn niet politiek geleerd. Dus als het uit de partijpolitieke sfeer blijft, dan vind ik het een heel goede zaak. Maar dan zouden ze meer op het politiek bestuurlijk systeem moeten ingaan. Niet over de zaak als megafraude en wat ze heeft voorgedaan bij die economische blunders als Surfer, HPSG, noem maar op, Sabaku Kroenberg. Die dingen moeten allemaal natuurlijk onderzocht worden. Maar dat zijn symptomen van het politiek bestuurlijk systeem dat als een safe lekt. Ik heb vaker vooral via jouw medium hierover gesproken. Wanneer je een relatie hebt, bijvoorbeeld, dan heb je bepaalde afspraken die je maakt om de relatie in goede banen te leiden. Nou, dat geldt ook voor elke andere organisatie, waarbij je afspraken maakt, bepaalde manieren van controleren, men noemt ze controleinstituten of controlemechanismen, zodat de organisatie de gewenste doelen op een productieve manier kan bereiken. Maar wat zie je in Suriname gebeuren? Wij hebben een bepaald politiek bestuurlijk systeem. We kennen de scheiding der machten, de regering, de nationale assemblee, de zittende en staande magistratuur. En je merkt dat de regering en assemblee onder één hoedje spelen. Dat is niet van vandaag, het is vanaf de onafhankelijkheid. En ook vraag je vaak af of inderdaad tenminste het openbaar ministerie objectief is en niet deels gedirigeerd wordt door kapitaal en macht. Want stel even nou, dat alles in Suriname op een rechtmatige, doelmatige en rechtvaardige manier geschieden. Dan zou niemand te klagen hebben. Ieder zou tevreden zijn. Mensen zouden gelijke kansen en mogelijkheden hebben om zich optimaal te ontplooien. Dus waaraan hapert het? Het hapert eraan dat kapitaal en macht niet ondergeschikt zijn aan het recht. En zij dirigeren. Nou, hoe kan je kapitaal en macht laten bepalen wat er gebeurt? Door alle controleinstituten en controlemechanismen naar je hand te kunnen zetten. En hoe heb je die controlemechanismen en controleinstituten in je macht? Door friends en families daar te plaatsen. Of incompetente mensen of personen van wie je iets weet. Dieven, begrijp je, corruptelingen. Ja. Snap je? En dan zijn ze uit angst gaan ze moeten doen wat je wilt. En dat gebeurt in Suriname. Ja, maar Roy, ten aanzien van wat er nu momenteel gebeurt, dus terug naar heden. Opvallend is dat je hebt gezegd bij de aanvang van deze uitzending dat de mensen die protesteren aan symptoombestrijding doen. Dus ze gaan naar aanleiding van symptomen, gaan ze de straat op. Volgens mij is de aanleiding geweest dat megafraude schandaal van die 40 plus miljoen die oneindig zou toegeëigend via het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname. En dat is de aanleiding natuurlijk en de hoge prijs en dergelijke. Maar in hun eisenpakket zijn ze
slechts meer ingegaan op de oorzaken van dit probleem. De oorzaken zijn dat het systeem lekt. En je moet eisen stellen die dat systeem waterdicht maken. En dat is onvoldoende gebeurd. Ze hebben alleen voor Franse families terugdraaien. Ja, maar wat... En wat ik ook vind, kijk, als je het inderdaad systemisch wil aanpakken, zodat je inderdaad voorkomt dat je ongewenste symptomen later krijgt, is dat je desgevraagd wel in dialoog zou moeten treden. Maar onder voorwaarden. En waarbij je natuurlijk zegt, kijk, je wil hebben dat het openbaar is. Dus je kan condities stellen. Maar je gaat niet zeggen, nee, je wil niet, je moet eerst dat doen. Want daar ben je niet serieus. Of weet je, dat wil je niet werken. Want we hebben wel gemerkt dat de president een handreiking vanaf het begin heeft gedaan. Ja. Door te zeggen, ik ben bereid te praten met de mensen die protesteren. Althans, de mensen die de leiding hebben. Hij is zelfs ook een stap verder te gaan. Door te zeggen, hij is bereid om tot een nationaal dialoog te gaan. Hij heeft dan ook recentelijk een team van clusterministers aangesteld om nu reeds gesprekken te beginnen met maatschappelijke organisaties in ons land. En ondanks al deze gebeurtenissen, dan zeggen de protesterenden, althans de leidinggevende uit die protestgroep, nee, we komen even niet aan tafel. Dus dat is een beetje vervelend. Maar ik vond ook de aanpak van de president niet juist. Kijk, ik moet ervan uitgaan is dat er zijn zo vaak dingen gebeurd en zoals de protesteerders zelf bekendgemaakt hebben, de president komt onbetrouwbaar over. Het is een tactiek wat hij toepast met clusterministeries, weercommissies, dat is allemaal onzin. Je moet nagaan, toen je het beleid invulde van begin af aan, en die tijd hebben we flink uitgescholden, er zijn alleen maar verkeerde dingen gedaan. Verkeerde beslissingen genomen met betrekking tot de bemensing van de controlesinstituten en de wijze waarop ze functioneerden. En op die manier kan je geen land besturen. Je moet nagaan, de reden waarom je een controleinstituut hebt en een controlemechanisme is omdat je een hoge mate van objectiviteit, rechtmatigheid, transparantie, doelmatigheid moet kunnen betrachten. En dat kan je niet met Franse families. Toen dezezelfde president minister van Justitie en Politie was, wat heeft hij ons toen geleerd? Zero tolerance betekent dat in elk opzicht het recht moet zegevieren. Zero tolerance zonder aanzien des persoons. En daarbij heeft hij gezegd, in die ketenbenadering, omdat al die dingen met elkaar verband houden, betekent dat een ketting net zo zwak is als de zwakste schakel. Dus als je één schakel laat vallen, of een kapotte schakel in hebt, dan snijdt die ketting. Snap je? Dus een systeem binnen, je runt ook een organisatie, je weet daar alles van. Je hebt maar één slechte persoon nodig. En alles gaat naar de bliksem. Ja. Ik hoor bijvoorbeeld dat een Brunswijk zegt, ja, die Leo gaat alle functies aanlaten, maar hij gaat maar één functie houden. Daar snapt hij er niks van. Dat straks begint elke topper, politieke topper, zeggen, oh ja, ik zet ook alleen maar één familielid. Zo werkt het niet, Farid. En dat bedoel ik. Precies zoals hij eigenmachtig alles gedaan heeft bij de invulling, zo moest hij de mensen als staatshoofd hebben ontvangen. Hij moet een keer laten zien dat hij het staatshoofd is. Dat hij het even, dat hij de verantwoordelijkheid neemt en dat hij het corrigeert. Ja, maar Roy... Ik vind de aanpak verkeerd. Hij komt, luister, ik kan er niks aan doen, maar ik begrijp wel, ik woon ook in Suriname. En laten we eerlijk zijn. Wat is de reden waarom in feite mensen zo ver zijn aan de straat op te gaan? Is omdat het vertrouwen geschonden is. Farid, een van de fundamentele eisen van behoorlijk bestuur is dat je bij het besturen van je land elke schijn van partijdigheid moet voorkomen. Schijn van partijdigheid zelf moet voorkomen. En wat doet deze regering? Ze hebben partijdigheid geïncorporeerd via family and friends. En het punt is, het is niet een verhaal dat ik vertel. Dit is Santokki zelf huis aan huis aan de mensen gaan zeggen. Omdat hij de mensen al hebben ervaren wat de consequenties waren van Franse families. Dus heeft ze weer erop gewezen, roleren op sociale media. Je hebt zelf gezien, een heleboel audio's en video's waarbij deze dingen benadrukt. En hij doet precies het tegenovergestelde. Oké, maar Roy, we zien ook dat iedereen alles bezwaart op de president. Hij is natuurlijk de verantwoordelijke voor het land, die voor orde, rust en ontwikkeling moet zorg dragen. Maar er is ook een vicepresident. En af en toe valt het af dat we afwijkende meningen zien, alsof het niet op één lijn zit. Nou, ik weet niet wat er daar buiten gebeurt. Maar ik heb niet gemerkt dat het weer gewoon belangrijk op één lijn zit. Kijk, we praten altijd over president en vicepresident. Maar staatsrechtelijk en grondwettelijk natuurlijk, want het is afgeleid daarvan. Dan heb je één staatshoofd, punt uit.
zolang hij staat zo. Wat moet het? Je bent zelf minister geweest van een heleboel ministeries. Wat moet de VP doen? Dus, Robert Amir Ali heeft ons ook verteld. Hij moet alleen maar stukken tekenen. Wie bezit dat? De president? De vicepresident heeft niks. Dus hij kan, hij mag niks doen. Ja, maar dat is. Dat zeggen de actievoerders ook. Een heleboel actievoerders zijn in interviews hebben gesteld. Waarom treedt Santokje niet op als het staatshoofd? Ja, maar we weten allemaal dat op papier wat datgene wat je zegt correct is. Want de taken van de vicepresident zijn duidelijk omschreven in de grondwet. Veel heeft u op papier heeft hij veel niet te doen. Dat weten we ook wel. Maar we weten ook wel dat het een coalitieregering is. En binnen een coalitievorming, en toevallig is de vicepresident ook de voorzitter van zijn eigen partij. En de president is ook toevallig ook voorzitter van zijn eigen partij. Hebben ze met elkaar rekening te houden dat die coalitie niet uit elkaar valt. Ondanks het feit dat we weten dat grondwettelijk de taken van de vicepresident duidelijk zijn. Kijk, voor mij part vallen dan liever uit elkaar als het volk daar aan moet leiden. En bovendien, nu kan het staatshoofd alles doen wat hij beloofd heeft. Omdat het volk nu achter hem staat. Als hij die actievoerders zou verwelkomen en zegt hij wil zaken uitvoeren, maar hij heeft geen ondersteuning van zijn coalitiepartners. Nou, dan zou je zien wat er in Suriname gebeurt. Dus dit is zijn kans. Als hij inderdaad het wil doen zoals hij beloofd is, is dit zijn grootste kans, toch? Ja, maar die actievoerders hebben tot nu toe gezegd, ik kom niet met jou aan tafel. Ik kom voorlopig niet. Dus dat, ja, maar goed, dat gaat nog komen. Want dat vertrouwen moet hersteld worden. Atompai, Raoul Hellings, en die zijn toch al geweest. Ja, maar die waren niet daar uit hoofden van actievoerders. Die waren daar uit hoofden van politiefunctionaris. Ze waren uit hoofden van politiefunctionaris. De nieuwsbericht heb ik begrepen. Ze hebben het over die acties gesproken. Ze hebben in de bycatch gesproken, maar niet als hoofditem. Nee, maar kijk, ik weet niet of zij. Dus dat is het puntje. Kijk, dit is geen actie door één persoon geïnitieerd. Verschillende partijen hebben om verschillende redenen meegenomen. Ik had begrepen daarvoor, voor dat gesprek en voordat die actie tot stand kwam, uit interviews, dat politiemensen eigenlijk vaker aan de bel had getrokken over andere zaken, politiebetrekkingen. Je verpleegkundigen zijn gaan voor gezondheidszorg. En de initiatiefnemers. De aanleiding was bij die megafraude en ze hebben een paar punten op tafel gezet. Maar ik wil dit ondersteunen. Omdat ik al, dat weet je van. Volgens mij ben ik de mensen die nog in leven zijn, de persoon die het langst timmert aan de weg. Ja, ja. Hoe heet die organisatie van je? Behoorlijk bestuur, zoiets was het? Ja, associatie voor behoorlijk bestuur. Ja, dat is jaren geleden, hè? Ja, het was in de jaren 1990. Ja. Correct. Maar Roy, ter afronding. Hoe denk je dat deze film zich verder gaat afspelen? Dus kijk, ik hoop echt. Santokki gebruik maakt van de volkondersteuning. Om inderdaad al zijn beloftes na te komen. Want hij heeft ons dat nieuwe tijdperk beloofd. En dat is het nieuwe tijdperk. Het nieuwe tijdperk dat voor het eerst in de geschiedenis, waar het politiek bestuurlijk systeem waterdicht kunnen maken. Dat wil zeggen, afstand nemen van alle vormen van een koloniale en slavernij structuren. Enzovoort. Ja, zou je dit ook kunnen vertalen als hoe ze het in Amerika zien? In Amerika hebben ze midterm election, tussentijdse verkiezingen van het congres en et cetera. Zou je deze test kunnen zien als een soort midterm test? Het is niet zoals het in Amerika hebben. Ja, maar figuurlijk. Je zou het precies. Kijk, je zou het als zodanig kunnen aanwenden. Kijk, elke leider hier in Suriname. Dus weet je wat, dus soms heb je geen vertrouwen meer in de huidige politie. Want wanneer je in de politiek gaat, dan ga je voor het algemene belang. Maar wanneer je bijvoorbeeld hoort hoe assembleden verdedigen dat ze ook recht op een stukje grond, denk je, mijn god, kijk hoe besmet het is. Het is zo onethisch om zoiets te zeggen. In feite, zelfs als iemand je een stukje grond zou aanbieden, zou je moeten schamen om het te accepteren. En deze mensen verdedigen hun recht. Want je bent daar gegaan, waarvoor? Om het volksbelang te dienen. Niet om je eigen belang te dienen. En dat moet je zoveel mogelijk vermijden. Je verdient genoeg om iets te gaan kopen. Snap je? Heb je geen vertrouwen meer in de bestaande politici. Want hun geest is al besmet. Ze snappen niet eens waarvoor ze gekozen zijn. Het lijkt alsof ze in feite inderdaad zijn geweest onder het volk om een politieke functie te krijgen. Alleen maar om hun eigen belang en partijbelang
te dienen. Okay. En dat is helemaal verkeerd. Het moment dat je politieke functie ambieert, betekent je hebt een roeping om het algemeen belang te doen. Punt uit. Dat is een politieke functie. Of ga je iets anders doen? Roy Bikari, bij deze wil ik je dank zeggen voor jouw bijdrage in deze uitzending en graag tot een andere keer. Dank u wel, Farid. Ja. Roy Bikari vond dat dit een unieke kans is voor president Santokki om zaken te corrigeren die de mensen storen. Bikari is ook de oprichter van de Associatie voor Behoorlijk Bestuur en Liberalisatie, welke in het begin van de jaren 90 werd opgericht.